team van IBTV bestaat uit vrijwilligers en professionals. Wij luisteren heel goed naar de Indische buurt, de bewoners van de Indische buurt. We halen op straat op wat zij aan meningen en ideeën hebben over wat er speelt in hun wijk en ook wat daar buiten speelt. En daarover maken wij programma's, live shows, films, interviews, reportages. En die zenden we uit 's avonds tussen 7 uur en 10:30. Ik ga naar Jackie, want we hebben nog een muzikaal optreden, toch? Yes. Nu voor iets totaal compleet anders. Het duo van Piekeren. Goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Ja, helemaal. Yes. Johan. Inderdaad. Welkom. Hoe lang zijn jullie al een duo? We hebben een jubileum toch, Jan? Hoe zit het ook alweer? Ja, dit jaar 20 jaar. 20 jaar, punt van doorbreken. Ja. Ja. Ja, dus echt, en ik ben ook 20 jaar met dezelfde vrouw samen, dus ik ben ze samen tegengekomen. En met z'n drieën zijn we heel gelukkig al 20 jaar. Ja, wel op verschillende adressen, maar het gaat heel goed. Ja. Behoorlijk indrukwekkend, ja. Dit. en hoe is dat dan gegaan, die ontmoeting? Ik speelde met een bandje ergens in een open podium in Utrecht. Ja, daar wou ik nog even bedanken. Nee, echt super fijn dat jullie als Amsterdam Oost twee arme Utrechtse muzikanten ondersteunen om niet suïcidaal de volgende golf door te komen. Echt bedankt, Amsterdam. Sorry, wat was de vraag? Ja, dat vraag ik me nu ook af. Nee, de ontmoeting was in Utrecht. Ik was met een bandje op een open podium aan het spelen. Johan stond in de zaal en die dacht van, nou, dat is een leuk ploegje, daar wil ik meer van weten. Eén keer aangeschoven en nou ja, de rest is history. Ja, geweldig. Al 20 jaar staan we samen op punt van doorbreken, dus het gaat echt top. Nou ja, volgens mij hebben we hier te maken met een vrolijke noot. Absoluut. Heb er heel veel zin in? Ik heb er heel veel zin aan. Ja, doen we. Hé, hey, dankjewel. Dankjewel, duo van Piekeren. Ja, goeiedag nogmaals. Super bedankt dat we gewoon nog heel even voordat we weer de isolement ingaan, dat we toch nog even hier mogen zijn. We gaan een paar, we doen één depressief dingetje in het midden. En we beginnen met een paar participatiedingetjes, want ja, Pieter is toch een beetje participeren. Ik zag jullie net al een beetje meedoen, dat komt mooi uit. Ook die 150 man techniek, top dat jullie straks allemaal even mee gaan zingen. Nogmaals, we doen het eerste liedje heet Door. Het refrein is alleen maar door. Ook voor de mensen thuis, werk nog even aan die voorste kwap. Hè. Alles is goedgekeurd door Olga Commandeur wat we hier doen. Dus Oké, 4 tientjes eigen risico te verdienen. Ben je Alex de Vrejo? Ja hoor. Oké. De grote stad is vol gevaar. Voor een christenpup van 18 jaar. Verslaafd aan de verboden vrucht. Gillend gek van Urk gevlucht. Heeft zich met leven volgepropt. Is met school en God gestopt. Maar net als God haar echt verlaat, wordt ze zwanger van een heilsoldaat. Ja, indien u langs start komt, ontvangt u geen 20.000 euro. Ze moet door, 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 door. Ze moet door, door. Door, 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 we moeten door. Door, 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 we moeten door. We moeten door. Ja, ik zie jullie allemaal een beetje angstig kijken. Ik begrijp natuurlijk met die lockdown, we mogen helemaal niet hardop zingen met z'n allen. Maar ik stel voor, we hebben allemaal die elleboog nog. Dus laten we gewoon de volgende refreintjes zijn echt voor jullie. Nogmaals, participatiemaatschappijen. Dus de doortjes zijn voor jullie lekker in je elleboog. Kijk maar, ik ben wel op tijd. Oké. De grote stad. Oh nee, dat hadden we al gehad, joh. Jammer, joh, dat geoude hoerentjes door ook. Oké. Hoogbejaard, maar jong van geest. Nog nooit verder dan de Veluwe geweest. Heeft 2 jaar om haar man gerouwd. Was meer dan 2 keer levenslang getrouwd. Ze wil nog 1 keer door de Tarzanbocht.
heeft al zijn postzegels verkocht. Ze gaat met groepsreis naar West-Afrika. Voor een beetje ontwikkelingshulp en voor APK. Ja, ja toch, als je je booster hebt gehad en je hebt een rollator, ja, dan zit er maar één ding op. Ze moet door, 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 door. Ze moet door, 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 door. We moeten door, 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 door. We moeten door, we moeten door. Haar grijze haar wint van het blond. Loopt krom zoek beuken op de grond. Haar hart en leven veel te groot. Heeft geen geld voor bed en bad en brood. Ze heeft gevochten wat ze kon. Totdat de drank het van de kinderen won. Ze duwt haar wagen door de nacht. Alles een verrassing als je niets meer verwacht. Nou, daar heb ik een verrassing voor je. De ChristenUnie die doet ook weer mee. Ze hebben die poeder al uit de handel genomen. Die pil van Drion niet meer aan te komen. Volgens mij gaan ze euthanasie gewoon afschaffen de volgende regeerperiode. Zit er maar één ding op. We moeten door, 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 door. We moeten door, 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 door. We moeten door, 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 door. We moeten door, we moeten door. Nog één tientje. We moeten door, 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 door. We moeten door, door. Door, 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 we moeten door. Door, 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 we moeten door. We moeten door. We moeten door. Dank u wel, dank u wel. Leuk meegedaan ook. Echt geweldig, geweldig, geweldig. Oké, première. Kerst doen we ook aan. We hebben namelijk we hebben zoveel jaren lang alleen maar scheidingen en crematies gedaan. Dat we nu dus echt werken aan een feestrepertoire. En ook dat we het bruiloft kunnen doen en zo als het weer mag. Reuze spannende première. Ik denk doen we in Amsterdam. Mocht het mislukken, dan merken ze daar in Utrecht niks van. Dus oké. Okay. Alweer een jaar voorbij vervlogen, de dagen en het leven kort. Ik proost een kaars voor iedereen, voor wie het nooit meer kerstmis wordt. Bekijk de foto's aan de muur, de galerij van wie ik mis. Deze kerst besef ik meer en meer, wie er nog wel en niet meer is. Ik weet dat je daar gelukkig bent, maar ik voel dat het nooit went. Deze kerst mis ik je meer, meer dan sneeuw op alle daken. Alsof niets me nog kan raken, zonder jou een ander feest. Deze kerst mis ik je meer. Meer dan bomen vol met licht, meer dan het mooiste kerstgedicht. Bij alles wat ik doe, mis ik jou het meest. Alweer een jaar voorbij, zonder jou en mij. De weken gaan snel, soms vergeet ik je wel. Maar ik hoor nu de stilte en hoor nu je stem. Dat het kouder wordt buiten en ik jou niet bij me heb. Nog één oceaan en we zijn bij elkaar. Dus pak ik mijn koffers en zie ik je daar. Dit jaar is anders, ik ga weg van huis. Want alleen maar bij jou ben ik met kerstmis thuis. Deze kerst mis ik je meer, meer dan sneeuw op alle daken.
alsof niets me nog kan raken zonder jou. Een ander feest, deze kerst mis ik je meer. Meer dan bomen vol met licht, meer dan het mooiste kerstgedicht. Bij alles wat ik doe, mis ik jou het meest. 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 Mis ik jou, mis ik jou het meest. Mis ik jou het meest. Mis ik jou, mis ik jou, mis ik jou. Mis ik jou het allermeest. Dankjewel, dankjewel. Oké. We gaan eruit met nog één rondje therapie. Nogmaals, voor de corona stonden we echt op punt van doorbreken. We waren al op 100 pleinen geboekt door de Tros. We hadden eindelijk een liedje wat gewoon alle ballotagecommissies is doorgekomen. Maar ja, bij de Tros moet je een liedje hebben met niet te veel inhoud. Daar hebben we keihard aan gewerkt. Misschien, mensen kennen het misschien wel, het is het liedje geworden wat nergens over gaat. Er zitten een paar hele leuke lalala's in. Ik stel voor dat we die dan nog even doen. Gewoon even nog één keer dat groepsgevoel, dat verbinden. Gewoon voordat we allemaal weer in onze eigen ellende duiken. Oké. Het liedje dat nergens over gaat. Je voelt het dan meteen, hè? Dat is echt gelijk zo'n, ja. Niet over liefde of een goed boek, identiteit of hoog bezoek. Gaat niet over recht of steeds weer krom, of algoritmes tot aan de horizon. Gaat niet over mij of over jou, of over alles waar ik zoveel van hou. Geen therapie of landverraad. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Geen idealen of het noorden ligt. Klimaattransitie of de grenzen dicht. Gaat niet over dromen of over spijt. Of over weken, over tijd. Gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen politiek of God bestaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over. Ja, daar gaan we. La 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 la. Ja la la la. Ja la 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 la. Ja la la la. Ja la la la. Ja la 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 la. Niet over incest of een valse start. Obesitas of zwaar verward. Gaat niet over mazelen of studieschuld. Of een vega burger die ook zijn zakken vult. Gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Niet over prikspijt, corona, rassenhaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Gewoon een liedje dat nergens over gaat. Ja la la la. Ja la la la. Ja la 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 la. Ja la la la. Ja la la la. Ook die mensen achter in de zaal. Ja la la la. Ja la la la. Ja la la la. Ja la la la. Ja la 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 la. Ja la la la. Ja la la la. Ja la 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 la. Dankjewel. Hele fijne feestdagen. Bedankt. Jan Wouter Oostenrijk zit hier in de startblokken.
Welkom. Wie ben jij en wat doe jij zo al? Hoi, ik ben Theo. Ja, vandaag kom ik muziek maken hier. En muziek die ik maak is vaak een, ja, een combinatie van Noord-Afrikaanse muziek met westers, jazz invloeden en gitaar spelen. En dingen die ik combineer. Leuk, leuk. Ik kwam ergens tegen dat jij een hele speciale gitaar hebt. Klopt dat? Klopt, ja. Ik heb een gitaar een beetje aangepast. Ik heb extra fretjes gemaakt, waardoor ik zeg maar ook die tonen kan spelen die ook in Arabische muziek zitten. Denk maar aan het piano, daar heb je de witte en de zwarte toetsen. Ja. Daar maken wij in de westerse cultuur muziek mee, maar in de Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse cultuur heb je kwarttonen. En dat zijn zeg maar toontjes die weer tussen die witte en de zwarte toets van de piano zitten. En nogmaals, die zijn uit onze cultuur verdwenen, maar in Noord-Afrika zijn ze nog springlevend. En ik vind het heel mooi en ik vind het leuk om dat in mijn muziek te integreren. Nou, geweldig. Nou, nu is iedereen natuurlijk ontzettend benieuwd geworden naar hoe die speciale gitaar klinkt. Ik kom eraan. Okay. Jan Wouter Oosterrijk. Dank je. Dank je.
Oh, het was de laatste? Ik dacht dat er nog een nummer kwam. Mag ik vragen waarom je ook zo met dat ding zo lekker schudt? Dat gaat zo lekker vibreren. Nou, ik voelde het wel. Mooi hoor. Ja, en ik vond ook zo mooi dat je dan omschakelt van het Arabische en dan ineens klinkt het inderdaad, denk, oh ja, klinkt inderdaad heel anders. Ja, ik vond het een hele reis. Ik zat er helemaal lekker in. Het team van IBTV bestaat uit vrijwilligers en professionals. Wij luisteren heel goed naar de Indische buurt, de bewoners van de Indische buurt. We halen op straat op wat zij aan meningen en ideeën hebben over wat er speelt in hun wijk en ook wat daar buiten speelt. En daarover maken wij programma's, live shows, films, interviews, reportages. En die zenden we uit 's avonds tussen 7 uur en 10:30.